Dag beste kijkers van Borgerhout TV. We zijn er weer met nieuws over basketbal en over de ploeg van de basketbalploeg van Borgerhout, Gembo, die dit weekend in de Beker van Vlaanderen speelt. We hebben in de studio coach Jeroen Oosters en we praten met hem over de match van onder andere vorig weekend. Hoe was het? Niet zo goed. Hè. We hebben verloren van Oxaco. Dat is de eerste maal in tweede klasse dat wij verliezen van Oxaco, dus dat is altijd jammer. Hoe kwam het? Op een gegeven moment hadden we de wedstrijd onder controle, mag ik wel zeggen. Met nog 1 minuut te spelen staan we zelfs nog op voorsprong. En dan 2 ongelukkige fouten met 4 gelukte vrijworpen van Oxaco, plus dan nog een 3-punter erbovenop. Hebben ons op achterstand gebracht en we hadden in die minuut geen weerwoord meer. Op 2 weken tijd, tweede keer dat je verliest, hè? 2 weken geleden tegen Soba. Dat klopt. Tegen Soba was een iets andere wedstrijd. Daar hebben we eigenlijk niet echt in de wedstrijd gezeten, buiten de eerste 10 minuten die we nog redelijk goed gestart hadden. We hebben ons toen herpakt tegen Fleurus, de week daarna. En nu deze week, ja, toch nog verloren, jammer genoeg. Ja, maar jullie hebben jullie wel herpakt, want nu dit weekend staat er een belangrijke match op de agenda. Hè? Nu zondag spelen wij de finale van de Beker van Vlaanderen tegen Antwerp Giants 2. Dat is onze 5e finale op rij. En hopelijk mogen we voor de 4e keer die beker in de lucht steken. Wat verwacht je van die match? Moeilijk? Ik verwacht een heel intense wedstrijd. En ik hoop dat wij allebei ons mooi basket kunnen brengen. Want de Giants, niet vergeten, met die jonge bende, doen zij toch ook zeer goed. Hè? Ze spelen zonder complexen. En ik hoop dat wij ons normale spel daar tegenover kunnen zetten met de juiste intensiteit gedurende 40 minuten. En dat dan uiteindelijk de overwinning naar ons mag gaan. Jeroen, bedankt voor dit gesprek in de studio van Borgerhout TV. Wij zijn natuurlijk benieuwd wat er nu zondag in Sint-Niklaas zal gebeuren, want daar vindt dus de finale plaats van de Beker van Vlaanderen in de sporthal De Witte Molen om 15 uur. Bedankt voor het kijken en tot volgende keer. We'll be right back.